Oh. Jer! Gaat het? Ja. Wie de fuck heeft dit gedaan? We lagen gewoon wat te zoenen in het gras en opeens was er vuur, dus wij er naartoe. Oké. Maar je weet dus niet waar Alex is? Nee, ik heb geen idee. Ze is achter de dader aangegaan. Dader? Hoe zag hij eruit? Een donkere jas. Meer heb ik niet gezien. We zagen licht komen uit de achtertuin en we dachten van ja, we gaan er gewoon heen, want... Gaat het, Jochie? Ja. Hey. Hey. Goed, en toen? Ja, een maatje van mij die zag iemand wegrennen. Alex. Alex Iderma. Ja. Alweer. Die worstelt nogal met haar psychische gezondheid. Oh. Ja, van mij is gek. Ze hadden nooit weg moeten laten uit de inrichting. Ja, totaal in de war, hysterisch. Maar ja, je weet hoe vrouwen kunnen zijn op die leeftijd. Welke leeftijd toch? Nou, het zou mij niks verbazen als zij die caravan in de brand heeft gestoken. Goed. Blijf alsjeblieft bereikbaar. Mochten we nog vragen hebben, dan wil ik je graag kunnen bellen. Ja, ja, is goed. Waar heb je het over? Die video van Sef. Die is opgenomen in de caravan van Olaf. What the fuck? Ja, dus wij gingen daar naartoe, steekt iemand dat ding in de fik. Nee, wacht. Olaf die heeft mij gezworen dat hij Sef niet zwanger heeft gemaakt. Hij liegt over alles. Hij heeft haar zwanger gemaakt in de caravan. Hij heeft die video verspreid. Hij heeft haar naar de tol gebracht. Alles wijst naar hem. Sst. Mijn vader die ligt te slapen. Vuile leugenaar. Joes, als ik naar huis ga, dan... Nee, je kan niet blijven slapen. Maar neem de volgende keer gewoon de voordeur. Ja. Oké. Okay? Dat even toevallig, hè? Blijkt dat die video van Sef in jouw boycave is opgenomen. Vliegt hij in brand met de enige twee mensen die het doorhebben erin? Vreemd. Ja, moet je bij die vreemde vriendin van je zijn? Of, alternatieve theoretten, jij bent pyromaan in het verhaal. Pas op dat je je niet verstrikt in die grote woorden van je zusje. Misschien was het wel je boy toy Duco? Ja, wat lach je, OJ? Alex heeft je echt opgefokt, hè? Ik zei toch dat ze gek was? Mental, loco, insane in the membrane.
Alex is gek. Sef, nu ik. Alle vrouwen zijn ineens gek, ja? Als iets kwaakt als een eend, zwemt als een eend en eruit ziet als een eend, dan is het waarschijnlijk ook een eend. Sukkel. Er ligt een handdoek op het rekje en je broek hangt te droog in de kamer hiernaast. Thanks. Yo. Hi, mam. Alex, waar ben je? Alles is oké. Ik ben bij een vriendin blijven slapen. Oké, hoe laat ben je thuis? Gewoon. Straks. Ik wil graag dat je nu naar huis komt. Mam, gaat het wel met je? Ja, gaat prima, maar... Is er iemand daar? Lief. Politie? Lief, kom gewoon even naar huis. Dan praten mam, we erover. Wat zou ik zeggen? Geloof het niet. Oké, ik heb niks gedaan. Ik geloof je, maar alsjeblieft, kom hier, gewoon... Hier, die telefoon. Hey, doe nou gewoon geen gekke dingen. Kom gewoon. Gek? Pap, ik ben juist de enige in dit hele dorp die niet gek is. Alex, dit gaat zo niet langer. Ja, als je zo doorgaat, ga je terug naar Ravenhorst. He? Ja? Ja. Ga je me nou bedreigen? Zoek het uit. Als je nou ophoudt... Maar ik ben oké. En jij? Ja, goed. Behalve dan dat het hele dorp denkt dat ik klaar ben voor het gesticht. Nee. Hé, kom op. Het komt wel goed. Je bent niet gek. Je had gelijk over Olaf. Ja. Wat nou als hij haar van de toren heeft geduwd toen hij hoorde dat ze zwanger was? Fucking loser. Kan ik hem echt niet meer weg laten komen. Nee. We hebben bewijs nodig. Ja. Alleen ligt ons grootste bewijs nu in As op het Veld. Hé, en die zuiplap dan? Die erbij was? Ja, hij had toch iemand gezien? Misschien herkent hij hem wel. Bedoel je Ivo? Ja. Nee, sorry hoor, maar die is echt gestoord. Oh, nou dat zeggen ze toch ook over jou? Touché. Oké, ik ga met hem praten. Als jij nog één poging doet om zes laptop te kraken. Alex, waar ben je? Hoi. Iedereen maakt zich zorgen om je. Niemand heeft je sinds gisteren meer gezien. Ik kan niet bellen. Ik sta voor het huis van Ivo. Ivo? Ook al wist Ivo? Ja, ik spreek je later, oké? Maar nee, hij is knettergek. Wat moet je daar? Hij heeft iemand gezien of gehoord die avond. En ik ga uitzoeken of het Olaf was. Alex, je moet toegeven dat het al een beetje uit de hand gelopen is. Je moet echt kappen nu. Serieus? Ik heb hier nu echt geen zin in. Er is al een Alex is gek club gaande. Als je erbij wil, moet je erheen gaan. Okay? Alex, doe normaal. Dag. Het gaat echt veel te ver. Doe jij hier? U zei dat u iemand had gezien of gehoord die avond. Het is niet mijn probleem, oprotten. Alsjeblieft, ik geloof u. Ik geloof u dat er iemand was. Als je niet zegt wat je weet, dan gaat er een moordenaar vrij uit. En dan moet ik terug naar Ravenhorst. Ravenhorst. Daar heb ik ook gezeten. Ik hoorde een ruzie. Toen een gil. Daar lag het meisje. Ik ben naar haar toe gelopen. Ik heb me over haar heen gebogen. Toen hoorde ik iemand weglopen. Heeft u diegene ook gezien? Maar ik weet zeker dat ze niet alleen was. Ik weet het zeker. Kunt u dat alsjeblieft nog één keer aan de politie uitleggen? Die geloven me toch niet. Geloven ze jou? Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dank u wel. Ik hoorde dat het feestje behoorlijk uit de hand gelopen is. Van wie hoorde je dat? Alex. Heb je Alex gesproken? Ja.
Ze sliep bij mij. Wat? Het is niet alsof ze heel veel vrienden heeft in Posthoorn. Nee, maar het is toch best wel gek dat Alex zo vaak in jouw bed slaapt? Sinds wanneer maak jij het druk om wie er in mijn bed slaapt? Altijd al. Wow. Wacht even. Je bent serieus? Waarom heb je dat nooit eerder gezegd? Chicks before dicks. Dus jij wilt ook wel een keer in mijn bed slapen, hè? Huh? Meen je dit nu echt? Jezus. Alex. Wat? Wat heb je gevonden? Kijk, dit is dus heel gek. Hier staat dat Sef's telefoon gisteren voor het laatst online was. Maar haar telefoon was toch weg? Ja, tot gisteren dus. En de locatie waar die is aangezet is... Bredesteinlaan 35. Yep. Maar dat is... Olaf's huis. Ja, dus ik dacht, misschien kan Maya Olaf's kamer doorzoeken. Nee, ik weet niet. Wat? Ja, ze deed nogal raar aan de telefoon. Misschien dat ze Olaf toch beschermt. Ja, hij blijft familie, soort van. Wat moeten we anders? Maya, schiet nou op. Mr. Noodle vindt het echt niet erg dat we een paar minuten later komen. Oh, Olaf, wil jij iets van Mr. Noodle? Nee. Leuk. Altijd hetzelfde. Bekijk het maar hoor. Ik krijg helemaal niks van mij. Volgens mij waren dat alleen Maya en Janet. Maakt niet uit, zolang we maar niet betrapt worden. Weet je zeker dat we dit gaan doen? Als dit misgaat? Het gaat niet mis. We doen gewoon wat we hebben afgesproken, oké? Het komt goed. Van Sef ligt hier. Dat is hebbewijs tot Olaf. Het maakt me niet uit. Wat je doet is niet normaal. Je gaat veel te fucking ver. Alsjeblieft, help me. What the fuck doe jij in mijn kamer? Pap! Volgens mij. Je hebt je mentor in gevaar gebracht. Het leven van een klasgenootje en zijn gezin heb je verwoest. Je bent aangereden, brandstichting en dan nu ook nog een inbraak. Hoe vind je eigenlijk zelf dat het gaat? Daar heb ik ook nog wel een lijstje hoor. Oh. Als eerste, Sefine had nooit binnen jullie timeframe op tijd bij de vuurtoren kunnen zijn. Ten tweede, Ivo heeft iemand horen weggaan nadat Sef sprong. Oftewel, er was iemand bij haar.
Daarnaast wist Olaf dat Sevien zwanger was en loog daarover. De seksvideo kwam van hem, die is opgenomen in zijn caravan, die heel toevallig opeens in de fik vloog. Met mijn vriendin, de enige andere persoon die hiervan wist, erin. 1 en 1 is... Heel erg knap. Jij moet soaps gaan schrijven. Jezus. We hebben die telefoon destijds getraced. We hebben niks kunnen vinden. Hij was gisteren nog online. Jullie moeten dit nog een keer checken. Wij moeten helemaal niks. Je hebt het aangehouden op verdenking van brandstichting en inbraak. Oh ja, joh. Heb je dat helemaal zelf uitgespeurd? Volgens mij heb jij geen idee hoe zwaar jij in de problemen zit. Maya, heb je het gehoord van Alex? Sherry vertelde me dat ze vastzit. Ze heeft ingebroken bij mij thuis. Wat? Hoezo? Ze denkt dat Olaf Sef van de toren heeft geduwd. Ja, I know. Hij lag ook al over dat filmpje, toch? Maar waarom dan niet inbraak? Geen idee. Arme Alex. Fuck. Maya, what the fuck? Door jouw fucking vader zit Alex nu in de cel. Stiefvader. Inbreken is illegaal, hè, vriendin? Ja, weet je ook waarom ze het deed? Sef's telefoon ligt bij je broer. En jij bent de enige die haar vrij kan krijgen. Dus je moet naar de politie, Maya. Ik moet helemaal niks. Maar kom op, Alex zit vast. En jouw broertje die loopt hier ergens vrij rond. Olaf zegt dat hij bij Duco was die nacht. Oh, en dat geloof jij. Cher, sorry, maar ik heb hier echt even geen zin in. Weet je, Alex had maar 1 ding verkeerd. Ze dacht dat jij een hart had. Hoezo wordt iedereen ineens knettergek in het dorp? Jezus, Maya. Waarom doe je ineens zo koud? What the fuck is er mis met jou, man? Zo, goed geslapen? Oh, zeker. Je mag gaan. Wat? Sleeswijk heeft de aangifte ingetrokken. Op voorwaarde dat je psychische hulp zoekt. Hij wil het allemaal achter zich laten. Zijn jullie dat echt? Het is een goede deal, Alex. Hou je er nou maar gewoon buiten. Kom, je moeder is er al. Girl, the way you broke my heart. It shattered like a rock through a window. Oh, we had a soul. Ik ga echt gek worden. Trouwens, ook als ik wel geslapen ben, dus in die zin is het wel weer min. Over gek worden gesproken. Weet je waar Alex nu zit? Spill the tea. Back to the madhouse. Hou op. Dankzij Maya's lieve papa, hoorde ik. En jij moet niet alles geloven wat je hoort, Naomi. Nou, wel jammer dat ze precies deze week moet missen. Ze was gek, maar wel een soort van party entertainment. Jezus, stel je niet zo aan. Drama is drama en Alex is drama for days. De zak chips en de fles rosé ben je helemaal check. Nou, sorry dat ik haar psychische problemen niet entertainend genoeg vind. Oké, moeder Teresa. Oh, why you got to be so... Sinds wanneer ben jij weer begonnen met roken? Toen ik mijn dochter uit de cel moest komen halen, leek het me een gepast moment om een pakje te kopen. Ik hou van je, Alex, maar ik kan dit niet blijven doen. Mag je feliciteren? Je bent geslaagd met een 7,8. Oh,
dat je een heftige nacht hebt gehad. Ik heb de politie gesproken. Je moeder heeft me bijgepraat. Niemand wil het zien. Wat willen ze niet zien? Dat dit dorp zo toxisch als Tsjernobyl is. De Sleeswijks hebben Sef's reputatie kapot gemaakt. Nu gaan ze dat ook bij mij doen. Ik weet hoe dierbaar ze voor je was. Maar het was nou eenmaal... Het was geen zelfmoord. Olaf Sleeswijk heeft het gedaan. Zoiets zei je vorig jaar ook al. Heb jij het gevoel dat er een complot gesmeed is? Wat schrijf je nu? Tegen jou. Dat ik weer gek aan het worden ben. Ik denk niet in termen van gek of niet gek. Ik wil het met je hebben over je verlies. Van Sefien. Heb jij wel kunnen rouwen de afgelopen periode? Je bent eigenlijk zo druk geweest met het vinden van een schuldige dat je misschien niet de tijd hebt genomen om echt naar je verdriet te kijken. Klopt dat? Ja. Nee, weet ik veel. Misschien. Een paar maanden geleden zat jij hier nog bij ons. Na je poging. En vervolgens doet je vriendin het. Dat heeft onvermijdelijk veel impact op je gehad. Luister, ik snap wat je aan het doen bent. En normaal zou je gelijk hebben, maar... Maar? Stel nou. Jij zou zeker weten dat iemand is vermoord. Maar niemand gelooft je. Iedereen zegt dat je gek geworden bent. Wat zou je dan doen? Ik zou mezelf beginnen te twijfelen, Alex. Alex, er is bezoek voor je. Bezoekersuur is over 20 minuten afgelopen. Hey. Hey. Hoe gaat het? Ja, ze zeggen dat ik gek ben. Misschien is ook wel gelijk. Ik bedoel, what the fuck? Kijk waar ik zit. Je bent niet gek. Er was wel iemand die avond bij Sef. Wat? Het was niet Olaf. Ik was het. Was jij bij Olaf, die avond van Sef's dood? Nee. Duco heeft gelogen over Olaf. Ze waren helemaal niet samen. Oh shit. Er klopt iets niet in dit verhaal. Als je iets ontdekt of iets bedenkt wat zou kunnen helpen...